Hi iedereen, welkom bij een nieuwe video op ons kanaal. En als je ons al wat langer volgt, dan heb je vast wel door dat ik hier mijn eentje sta en dat Tara hier niet naast me staat. En dat is omdat deze Lucky Bastard op dit moment op het super tropische en mooie Aruba zit. Ze zal hier ongeveer een week zijn, dus ze zal heel snel weer terug in onze video's zijn. Dus je hoeft haar niet te lang te missen. Maar dat is even de reden waarom ik deze video alleen opneem. Zoals je misschien wel aan de titel van deze video kan zien, ga ik het vandaag hebben over Vlogmas. We hebben hier de afgelopen video's heel wat vragen over gekregen. En zoals je misschien al was opgevallen, hebben we daar nog niet eerder een antwoord op gegeven. En dat was omdat we eigenlijk gewoon nog even tijd nodig hadden om te beslissen hoe wij deze decembermaand gaan invullen op ons kanaal. Het antwoord op de vraag, doen jullie mee aan Vlogmas? Daar kan ik een ja en een nee op antwoorden. Ja, we gaan deze maand ook weer gezellige content uploaden. Allemaal met een kerstthema om lekker in die kerstsferen te komen. Maar het zal niet zijn in de Vlogmas dagelijkse vlogs die jullie misschien voor ogen hadden. Zoals je misschien al weet zijn we nu kort geleden begonnen met onze weekvlogs. Ik denk dat we er, ja, wanneer jullie het zien hebben we er 5 online staan. Ik zal ook even een playlist aanmaken mocht je die gemist hebben. We gaan gewoon door met deze weekvlogs. Die zullen gewoon nog steeds op zondag online verschijnen. Dus wat dat betreft heb je wel de vlog materiaal, maar dan gewoon in 1 video die je dus op elke zondag kan bekijken. En daarnaast willen we ook nog extra video's gaan uploaden die door de week zullen komen. En die zullen te maken hebben met lekkere recepten die leuk zijn voor de kerst. DIY's die leuk zijn voor de kerst om misschien je huis mee te decoreren. Of gewoon om cadeautjes natuurlijk mee te geven om lekker nog budgetproof te houden en leuk. Dus ik heb heel veel zin om daar weer mee aan de slag te gaan. Ik weet dat do-it-yourselfs al een hele tijd geleden zijn op ons kanaal, maar ik heb gewoon het gevoel weer dat ik heel veel zin heb om eraan te beginnen. Dus dat is wel heel erg fijn. Nu zullen vast wel een paar mensen zich afvragen, waarom gaan jullie dan niet dagelijks vloggen? Nou, dat is puur omdat er al heel veel andere gezellige YouTubers zijn die nu dagelijks hun video's uploaden. En ja, dat zal voor heel veel video's in jouw subbox zorgen. Dus we hadden iets van, we houden het gewoon lekker op onze weekvlogs. Het geeft ons ook iets meer rust om het op die manier te doen. Ook zorgt ervoor dat we gewoon nog wat extra tijd over hebben om gewoon dus die extra video's als een recept, als een toffe do-it-yourself op te nemen en die gewoon online te plaatsen. Dus comment alsjeblieft niet meteen jammer in de comments, want alsnog zullen er gewoon vlogs online verschijnen, maar gewoon op 1 dag in de week. Wij vloggen ook gewoon dagelijks in deze weekvlog. Dus alsnog heb je dat gevoel van het dagelijks vloggen, maar dan gewoon in 1 video. Dus ik hoop dat jullie het gezellig vinden om ook gewoon die weekvlogs blijven te volgen. En dus gewoon door de week een extra andere kerstige video op ons kanaal te zien. Afgelopen week zijn we met z'n 5'tjes samen met onze ouders en met Serena een kerstboom gaan ophalen. Dit jaar zijn we er echt, ik denk dat het voor het eerst is, heel erg vroeg bij met het halen van onze kerstboom. We hadden gewoon heel erg zin om alvast in die kerstsferen te komen. En we hebben die dag ook gevlogd. Leek me heel erg leuk om dat even achter dit moment in een video te plakken. Zodat je alvast de eerste kerstvibes krijgt. Ik wil dit jaar heel graag een kerstboom. Dus ik heb aan mijn vader gevraagd en ook aan mijn moeder en aan Larissa en aan Serena of zij er ook eentje willen en of we misschien met z'n allen een kerstboom kunnen gaan halen. Dat gaan we doen, want iedereen was wel in voor een klein familietripje en iedereen wilde wel een kerstboom. Wat je misschien wel kan zien is dat mijn highlighter lekker aan het shimmeren is. En dat komt doordat er zon op me schijnt op dit moment. Serieus, zon schijnt. Hoe lekker is dat? Ik dacht dat ik hem nooit meer ging zien. Niet dicht van de bovenkant. Het gaat alleen maar open en semi-dicht. Oké, okay, nu wordt er hulp ingeschakeld. Het raampje moet nog achter. Nou, probeer het nog eens dan. Oh. Dankjewel, pap. Dankjewel. Duurt al veel te lang. We hebben lekker eten gehaald. Eet smakelijk. Nom nom. Mams, ja. Mijn vader is even koffie halen. Zo, tijd om een boom uit te zoeken. Ik zie dat Larissa er al eentje gescoord heeft. Nee, het is niet de eerste beste hoor. Wat? Nee? Nee, ik heb wel heel veel bekeken, maar ik vind deze niet zo mooi. Hij ziet er, ik wil ook zo'n slanke, want ik heb gewoon niet zo'n grote wonken. Klein, hoog, slank. Ja, alle soorten. Het ruikt echt super lekker hier. Ja. Ja, ik zoek wel eentje die een beetje vol is, maar wel een beetje slank. Want ik heb gewoon niet zo'n grote woonkamer. Ja, ik zag hele mooie bomen. En er staan mensen bij die
gaan ze al reserveren. Dus ik heb nu al gewoon 3 hele mooie bomen gezien. En die zijn telkens voor mijn neus weggekaapt. Echt? Ja! Oké, dus het is een battle geworden. Ja. Ik hoor het alweer. Tara is ook op zoek. Ja, ik kan het echt voor geen meter zien eigenlijk als ik het zo vasthoud. Ja, ik kan ze wel zo meteen voor je vasthouden. Wat denk je? Ik denk dat ik die vorm mooier vind, ja, maar die is wat smaller en wat hoger. Alle bomen zijn natuurlijk ja. Mooi, hè? Iedereen heeft zijn eigen charme. Vind ik ook. Kom hier geen voortrekken. Geen tree shaming, hè? Nee. Of het nou een volle boom is, of een hele gesloten boom. Alle hele spierboom. Ja, alle bomen zijn mooi. Tree positive. Omdat we dus meerdere kerstbomen tegelijk hebben gekocht, heeft mijn moeder van deze gekleurde lintjes meegenomen. Ze heeft ieder een eigen kleurtje en dan om het boompje heen gedaan. Zodat we goed weten wiens boom van wie is. Zodat je niet later daar discussies over krijgt. Dus nu staan we even te wachten op mijn vader. De directe bovenop vast heeft geschroefd. Dan kunnen er 4 stuks bovenop onze auto en dan weer helemaal terug naar Houten. Zet hem op, pap. Spierballen. Hoppa. En nu? Wie gaat erop zitten? Ja, wie gaat erop zitten? Iemand moet ze vasthouden daar aan de bovenkant. Sereen, ga jij anders daar bovenop erbij zitten? Hou je ze gewoon vast? Ja. 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 Mijn lieverd. Hallo, Rami. Rami, hier is mijn achterkant, zegt hij. Oké, bye. Kijk dan. Hij kijkt zo achterdochtig ook. Oh, hij ziet het gewoon. Hij heeft die camera op neergelegd. Oh, dat was één grote. Ja, nu is het even wel kapot. Wil je verliezen? Kijk, wat ga je doen? Wow! Kom dan. Of had je dat een keer? Ja. Kom hier. Heb je ze daar? Wow, zo snel. Zie je het? Hij sloopt de tafels op. Haal hem even hoor, dat is veel te duur. Hey, Chiki. Zie je hoe snel hij dit is? Hij krijgt al. Je moet die lensjes gewoon maken, daar. Dus op dit moment heb ik mijn kerstboom al in de huiskamer staan. Maar ik heb hem nog steeds niet gedecoreerd. Want het lijkt me erg leuk om dat natuurlijk ook te filmen. Dus dat ga ik vastleggen. En dat zul je wel te zien krijgen in een andere video. Anders wordt deze al heel erg lang. Dus bij deze even de update over Vlogmas. Ik hoop dat jullie het alsnog heel erg gezellig vinden. Om in deze decemberperiode weer gewoon vaak naar ons kanaal te komen. Zoals ik jullie dus al vertelde. Komen er dus meerdere video's per week op ons kanaal online. Dus minimaal 2 op zondag en op woensdag. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat er in 1 keer een extra video online komt. Maar we zullen het altijd gewoon communiceren via onze Twitter en Instagram account. Dus mocht je ons daar nog niet volgen, is heel erg leuk om te doen. Want daar plaatsen we natuurlijk ook updates. Dus zullen we ook vaak winacties gaan plaatsen deze maand. En wat misschien wel heel erg leuk is, is dat ik daar dagelijks mijn adventskalenders aan het openen ben. Dus wil je nog wel je dagelijkse portie Larissa? Dat doe ik sowieso op mijn Instagram stories. Misschien wel heel erg leuk is om te kijken. En dan, ja, denk ik dat wij deze maand heel erg gezellig gaan vullen met allemaal leuke content op verschillende plekjes waar je dan ook wilt kijken. Dus ik hoop dat jullie gezellig met ons mee gaan kijken en zin hebben in deze maand. Laat me eventjes weten in de beschrijving wat jij het leukste vindt aan de maand december. Zijn dat misschien de cadeautjes kopen, de cadeautjes krijgen, het versieren van je huis. Of misschien kijk je al uit naar nieuwjaarsavond of nacht. Laat me eventjes weten wat jij van deze maand december vindt. En ik zie je heel snel weer terug in de volgende video. Doei!